Misschien zie je dat wel. De eerste. Kijk. Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben hier vandaag weer samen met... Roos. En wat gaan we uitpakken, Roos? Sean de schaap. Ja, Sean de schaap of Sean de sheep. Ik was dus in Spanje een tijdje geleden en had ik allemaal speelgoed gevonden. En ook deze twee poppetjes. En moet je dus even kijken wat daarin zit. Misschien zie je dat wel. De eerste. Kijk eens even. Sean de sheep. Sean de sheep. Hé, hey, dit is leuk zeg. Oh, kijk nou toch. Wat een mooi stickertje zit daar. Ja, er zit een mooi glimmend stickertje zit daar aan vast. Zie je dat? Maar... Ja, ik heb in Nederland zo vaak gezocht naar dit soort poppetjes en die kon ik nergens krijgen. En gelukkig hadden ze die in de speelgoedwinkel in Spanje wel. En ben je nou fan van Sean the Sheep en wil je dit poppetje winnen? Laat dan even een berichtje onderaan de video dat je mee wilt doen. En dan maak ik volgende week de winnaar bekend en die krijgt dit schaapje van Sean the Sheep opgestuurd. Nou, halen we eens even het kaartje eraf. Zo, kijk eens even. Oké. Kijk, dat ziet er beter uit. Nou, leuk hè. Maar we hebben er nog eentje. Misschien had je hem al in het zakje zien zitten. Moet je eens even kijken. Want we hebben nog meer. Nog één dingetje. Nog één dingetje. En dat is de hond. Ik weet alleen niet hoe die heet. Even kijken, hoe heet deze ook alweer? Hij gaat altijd zeggen wat ze moeten doen. Ja, ja, hij is een beetje de baas hè. Ja. Hij zegt altijd wat de schaapjes moeten doen. En dan doen Sean het schaap en zijn vriendjes doen allemaal gekke dingen. Ja, hè? Ja. En dan zegt die meneer, dan gaat die meneer gewoon naar buiten kijken. Ja, dan gaat hij naar buiten kijken, hè? Maar dit is ook leuk. Dus deze hond kennen jullie ook wel van de tekenfilm. Nou, en deze ga ik niet weggeven, want deze heb ik beloofd aan het neefje van Roos en Florien. Die is ook gek op Sean the Sheep. En die vindt deze hond zo leuk, dus die ga ik aan hem geven. Maar wil je dus Sean winnen? Zet even een berichtje onderaan de video en dan maak ik volgende week de winnaar bekend. Ja. Zo, even kijken. Halen we hier het stickertje ook nog even af. Zo. Kijk eens even. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat we deze hebben gevonden en met jullie hebben uitgepakt. Oh ja, en weet u nou hoe deze hond heet? Laat het even weten onder de video. Want we zijn heel erg benieuwd, want Roos en ik weten het niet. Wil je nou een berichtje ontvangen als we weer een nieuwe video hebben? Abonneer dan op ons kanaal met dat ronde knopje hier beneden. En dan krijgen jullie automatisch gratis een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!